Dag mensen, een hele goede morgen en welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatief en daar zijn geen financieel advies. En we gaan kijken naar Bitcoin, een aantal altcoins. Sommige altcoins die wel een stijging van 50 tot 70% kunnen maken. We gaan er naar kijken, maar we beginnen met wat nieuwtjes. En natuurlijk dat deze samenwerking wordt gemaakt met deze video wordt in samenwerking gemaakt met CryptoInsiders.nl. En als jij een member bent, kun jij stemmen op de altcoins die ik behandel in deze videoreeksen. Nou is Crypto Insiders vergeten het stemformulier uit te brengen, waardoor er geen stemmen zijn. Dus ik doe altcoins die ik zelf interessant vind op dit moment. En daarom, laat het weten in de comments welke jij graag geanalyseerd ziet worden. Dan kan ik ze meenemen in ieder geval. Maar in de afgelopen video's heb ik daar ook geen aanvragen voor gezien. Zover ik weet in ieder geval. Dan, eerst wat nieuwtjes. Goed nieuws voor Cardano. Met succes hebben zij smart contracts op het testnet geactiveerd. En ik geloof dat 12 september Alonso gaat dan ook live. Dus dat is allemaal goed nieuws. Cardano brak daardoor ook de 3 dollar grens. Zit er inmiddels weer onder. Maar daar gaan we zo direct nog even naar kijken. Dan Binance gaat een beursgang maken over 3 jaar. Of binnen 3 jaar eigenlijk. En dus Binance die is wat dat betreft. Hè, die wordt onder druk gezet vanwege de reguleringen waar zij niet aan voldoen. Maar het lijkt erop dat zij niet uit het veld worden geslagen. Zij willen zelfs hun beursgang gaan maken. Het enige of het ergste wat ik zie gebeuren voor Binance is wat we nu eigenlijk ook al zien. Is dat ze wat marktaandeel verliezen. Dan, in de afgelopen maanden heb ik gezegd, we zitten waarschijnlijk in een accumulatiefase. Dat kan weken, zo niet wel maanden duren. Dat heeft inmiddels 2 maanden heeft dat geduurd. Daarna zijn we opgebroken. Zijn we nu richting de $50.000 gegaan. En ook op de blockchain zien we dat dus weer terug. Exchange flows zijn weer in accumulatie. 17.000 bitcoins gekocht in de laatste week. 124.000 bitcoins in de laatste maand. Dus die downtrend van bitcoins op de beurzen is zich aan het hervatten. En dat betekent dus ook supply squeeze. Oftewel laag aanbod of verminderd aanbod. En dat zorgt uiteindelijk voor een hogere prijs. Dus bullish op bitcoin. Ondanks dat we wellicht nog wel iets van een shakeout kunnen krijgen. En daar gaan we het zo over hebben. Dan langere termijn houders. Die zijn ook niet aan het verkopen op deze stijging eigenlijk. Hè? Dus wat we. Dus nog steeds een beetje de vraag: ja, zitten we in een dead cat bounce? Nou, in mijn ogen eigenlijk niet. Je kunt het nooit 100% uitsluiten. Maar wat dat betreft, alle data begint erop te wijzen dat we geen dead cat bounce hebben. We kunnen nog wel een goede shakeout krijgen. We gaan ook verschillende shakeouts krijgen in de stijging. Maar alles wijst erop dat we dat niet hebben. Hè, want we zagen vorige, of tenminste in de afgelopen 2 weken nog wel een spike van oude coins die werden verstuurd naar de beurs om te verkopen. Maar we zien bij lange na niet zoals in 2017 op de bear market die enorme spikes in bitcoins die naar de beurzen worden gestuurd om te dumpen omdat er een bear market is. Integendeel, we zagen net dat de bitcoins van de beurzen af worden gehaald. Dan de wekelijkse. Dus het begin van de week in de video zei ik, zou bitcoin naar de $55.000 kunnen? En video daarna zeg ik, ja, maar september kan een rode maand worden. En dat kan allemaal binnen dezelfde timeframe. Dus we kunnen prima naar boven gaan om vervolgens het laatste deel van september rood te zijn. En ook rood te eindigen op de maandelijkse in ieder geval. Het is mogelijk. Dus soms ben ik bullish, maar op de grotere termijn bearish. En op de hogere termijn ben ik zelfs nog meer bullish. Wat betekent dat? Dat ik in de komende weken dus eigenlijk wel zoiets zie gebeuren. Misschien ook al de komende dagen. Dat we eerst nog een mooie pump omhoog krijgen. Bullish. Maar wat dat betreft ben ik daarna bearish. En binnen het grote termijn ben ik bullish. Dus het ligt aan de timeframe waar je naar kijkt in ieder geval. Goed, wat ik jullie ook wil vragen is, ben jij tevreden met de posities die jij nu hebt? Ik verwacht dat we hier wellicht nog een stijging kunnen krijgen en daarna een pullback, een goede shakeout voordat de koers weer doorgaat naar boven en daadwerkelijk de tweede helft hervat. Waarbij ik de koers zie teruggaan richting de 42, 43, er zit een support hier op de 45.000, maar we zouden ook terug kunnen gaan richting de 42.000 ongeveer. En ja, het kan ook doorgaan naar de 37.000, 38.000. Daaronder zouden we wat meer bearish moeten zijn. Deze ga ik wat verhogen. En ik zeg niet dat we daar kunnen komen, maar het is wel een mogelijkheid. En daarvoor ga ik ook mijn tradeplan inplannen op die manier dat we daar kunnen komen. Dus dat voor Bitcoin op de wekelijks in ieder geval. En waarom vraag ik dit ook? Ik krijg de vraag, ja, krijgen we die pullback nog? Ja, het is mogelijk. Je hebt nooit een 100% zekerheid. Zeker niet met traden. En ter illustratie zien we hier dus ook 2020. De grote crash van 2020. Toen Bitcoin
van 10.500 doorging naar de 4.000 hè, en een goede smak naar beneden kreeg. En de koers die bleef daarna maar stijgen eigenlijk. En iedereen verwachtte een dead cat bounce, of in ieder geval een goede daling, hè, een mooie high low. Maar dat kregen we niet. Hè. Dus de koers die bleef eigenlijk alleen maar omhoog gaan, kreeg hier wat zijwaartse consolidatie voordat het doorging naar boven. Dus dit is zeker een mogelijkheid. En ben jij dus tevreden met de positie die jij nu hebt, of ben jij dat niet? En kijk, de timing zul je nooit exact krijgen, je zult nooit exact de bodem krijgen, maar als je nog veel geld aan de zijlijn hebt staan, ja, persoonlijk, hè, wij zijn ook in de Discord groep, zei ik, rond de 32.000 al ingestapt, in deze fase ook, hè, de accumulatiefase was een mooi moment om bij in te stappen, ook voor de altcoins zei ik, jongens, 80% korting, het zijn mooie kopen, en dat betekende niet al ingaan, maar betekende wel iets kopen voor de langere termijn. Hè. Inmiddels zijn die coins 100 tot misschien wel 500% gestegen, afhankelijk van welke je hebt gepikt, op hebt gepikt. Dus vraag het jezelf af, wil je de boot missen? Moet je nog instappen? De vraag leg ik bij jou neer. En in de premium Discord groep zal ik mijn updates geven over het grote plaatje waar ik ook ga instappen. Hè. En al verraad deze blauwe box natuurlijk al waar ik zou willen instappen. Dus dat voor Bitcoin op de wekelijkse termijn. En op de korte termijn zouden we dus nog kunnen doorschieten richting de 52.000, 53.000 en misschien wel 55.000 in de komende dagen. Goed, we gaan inzoomen op de lagere timeframes. Hier de daily. En wat we hier zagen is eigenlijk die blauwe banaan, daar zitten we. We zitten eigenlijk weer net erbuiten nog steeds. Maar het belangrijkste is hier die horizontale weerstand, 50.300, afwijzing. Afwijzing gisteren, zouden we bij een volgende poging het kunnen breken. Hoe vaker zo'n weerstand of een support natuurlijk wordt getest, hoe groter de kans is dat die gaat breken. En we zijn ook boven de neerwaartse lijn gesloten wat dat betreft, dus dat is positief. Ik verwacht eigenlijk geen correctie totdat we de laatste lows hier op 46.300 en de 200 daily moving average gaan verliezen. Dus van de week zei ik ook al, we zouden gewoon wat zijwaarts kunnen bewegen voordat we een uitbraak of naar boven krijgen of naar beneden. En we zitten wat dat betreft nog steeds zijwaarts. Op de lagere timeframe zouden we kunnen uitbreken naar boven. Gaan we zo direct naar kijken. Zou ook af kunnen lopen met de sisser en zijwaartse actie natuurlijk. Maar zolang we dus boven de 46.500 zitten, ja, zitten we positief. Zeker voor de altcoins is dat goed. Hè? Een zijwaartse bitcoin is hartstikke goed voor de altcoins. En als we een uitbraak naar boven krijgen, kunnen de altcoins ook daarin meegaan natuurlijk. Dus correctie pas als we die 46.500 verliezen. En als we hierboven kunnen komen, zouden we dus ook nog steeds die correctie kunnen krijgen op deze manier. Waar we gaan eindigen? Niemand die het exact weet. Targets zijn genoemd. Hè, 52.000, 53.000 tot 55.000. Als het heel gek gaat, 57.000, de 0,786 Fibonacci. Dus dat voor Bitcoin in ieder geval op de daily. Dan, wil je leren traden zoals ik dat doe, dan kun je natuurlijk een handelscursus doen. Je leert wat traden is, hoe je het zelf kunt doen. En je komt ook, hè, wat je leert, je komt in de premium Discord groep terecht, waarbij ik meerdere updates over de dag heen deel. En je kunt dus ook eerst de gratis kennismakingscursus doen. Een weekje meekijken in de premium Discord groep. En als je meer wilt leren over het short gaan, long gaan, dan kun je natuurlijk ook cursus deel 2 doen. En nog een shout-out naar de Bitcoin webshop van Nederland. Goed, tof, lekker Bitcoin bier, openers, chocola, toffe bekers en nog een heleboel meer. Dan Bitcoin op de lagere timeframes. Ja, dus de 4 uur is opnieuw afgewezen hier op die 50.400, net boven de 50.000. Hier ook afgewezen. Dus wat dat betreft, de koers wordt onder die $50.000 gehouden. Maar nogmaals, hoe vaker het wordt getest, hoe groter de kans is dat het gaat breken. Je zou dit 1 test kunnen noemen, 2 test. 3 test. Krijgen we hier nu een 4e test? We gaan het bekijken. Dit is potentieel inverse head and shoulders aan het vormen. Een bullish patroon. En we zien hier natuurlijk ook de double bottom. He, die is van naar boven uitgebroken, maar heeft een goede dip gehad. Het kan ook een shakeout zijn geweest. Lange wick aan de onderkant. Het is een hammer candlestick, wat een bullish candlestick is. En vaak krijg je daarna continuatie naar boven. En dat zou dus dan de derde of de 4e poging kunnen zijn om het te breken. Op de trend hebben we hier een low, een high. Is dit ook een higher low? En zouden we dus ook een higher high kunnen gaan maken om die trend te pakken? De vrijdagen zijn wat dat betreft tot nu toe, in ieder geval de afgelopen 5 weken, bullish geweest. Dus als we die er even bij pakken. Groen, 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 groen.
Op een gegeven moment gaat het inhouden, of ophouden. Het zal ontdekt worden. Maar wat dat betreft, de trend is nog steeds dat de vrijdag groen is. We zouden het kunnen gaan krijgen. Dus bereid je er in ieder geval op voor. Dus als we verder inzoomen op de lagere timeframes. Wat kunnen we daar allemaal zien? Dus gisteren dus zijn we uitgestopt uit die double bottom, omdat die echt onder was gezakt. Maar goed, dat gebeurt, dat is traden. In de cursus leer je hoe je je winsten kunt maximaliseren, maar ook je verliezen beperken. Er was nog een scalp trade van descending burdening wedge die zijn technische target heeft gehaald. Er was een opwaartse driehoek te zien. En dat is ook waarom je dus eigenlijk altijd wacht, uitbraak, hertest, voordat je instapt voor een patroon. Want dit is gewoon een fake-out geweest. En daarna hebben we veel zwakte gezien in de afgelopen uren. Maar de koers lijkt zich hier goed te herstellen. En we zien hier ook de potentie voor een inverse head and shoulders. En deze deelde ik dus ook vanochtend. Ik denk inmiddels 2 uur geleden in de premium Discord groep. Waar ik naar kijk, waar ik wil instappen. Oh, dat is de verkeerde. Oh, de verkeerde double bottom hier. Dat ik hier wilde instappen voor deze potentiële inverse head and shoulders. En dan kan op verschillende punten hier op de support voor een wat hoger risico. Of als die dus uitbreekt. En dan zouden we dus door kunnen zetten naar boven. Een nieuwe poging wagen. En dat wellicht ook breken. Vrijdagen zijn alsnog tot nu toe dus positief geweest. En dit kan een shakeout zijn geweest voordat de vrijdag startte. Dus dat voor Bitcoin in ieder geval. Ethereum kunnen we kort over zijn. Zijwaarts kanaal. En je kunt het ook zien als een opwaartse driehoek. Eigenlijk die gefaald is. Naar beneden is gebroken, maar heel snel hersteld. Maar ik zie het wat dat betreft ook gewoon als een zijwaarts kanaal. Wat betekent dat je dit kan gebruiken als die uitbreekt naar boven. Als deze uitbreekt naar boven en Bitcoin doet gezellig ook mee, dan kunnen we nog een hele mooie stijging zien. Wellicht gaan we de laatste all-time highs testen rond de 4400. Dus de all-time high zit op 4373 ongeveer. Net onder 4400. Eerstvolgende Fibonacci target is dan ook de 4350, de min 0,618 hier. Dus dat zou nog een mooie trade kunnen opleveren. En de koers is wat dat betreft ook voor zijn laatste stijging vanaf de 3516 aan het consolideren boven de 0,382 Fibonacci. En dat is vaak ook bullish. Je kunt dit ook zien als een zijwaartse bull flag. Waarbij de eerstvolgende technische target in ieder geval dan ligt op de... Even kijken. 4150. Maar het zou dus wat dat betreft met de FOMO kunnen doorschieten naar boven. En met de premium Discord groep deelde ik al een week geleden, misschien wel langer, eigenlijk al dat we een mooi instapmoment kunnen krijgen. Zijn we hier ingestapt en later ook op de opwaartse driehoek hier zo. Dus dat voor Ethereum in ieder geval. Ethereum versus Bitcoin is ook een interessante. Dus nog even inzoomen. Wat ik van de week vertelde is dat het wel heel hard was gestegen en dat we iets van consolidatie kunnen krijgen. We hebben een klein consolidatiemomentje gekregen, maar zijn gewoon doorgegaan. Dus deze kunnen we eigenlijk dus hier naartoe verplaatsen. En dan kunnen we dus eigenlijk verwachten de consolidatie na de stijging. En ook dit kan worden gezien als een bullish pennant wat de koers kan brengen na de volgende weerstand op de 0,08. Dus Ethereum wat dat betreft ook sterk. Bitcoin kan in de weekenden vrij rustig zijn na de vrijdag, dat hebben we ook gezien. Wat betekent consolidatie? En als dit uitbreekt naar boven, dan zou Ethereum dus ook nog een hele sterke push kunnen krijgen. Terwijl Bitcoin eigenlijk weer wat meer zijwaarts beweegt in het weekend. Interessant om te zien op de wekelijkse grafiek is het volgende. Dus Ethereum, dit kun je als een percentage van Bitcoin zien. Dus als Ethereum hier op de 0,1 staat, dan kun je zeggen, nou, Ethereum is 10% waard van 1 Bitcoin. En in een eerdere analyse liet ik al weten dat Bitcoin misschien, of Ethereum misschien wel naar de $15.000 kan schieten in deze cyclus. Het is niet gek, want we zagen in 2017 dat 0,15 Ethereum op Bitcoin werd gehaald, dus 15% van een Bitcoin. Dus stel Bitcoin staat op $100.000. Als we redelijk conservatief zijn, dan zie je dus dat als de Ethereum Bitcoin weer terug kan naar die 0,15, is dat 15% daarvan. Maar goed, we zitten nu dus eigenlijk hier te kijken naar het vormen van een grotere rounded bottom, zoals je het kunt zien. Je kunt het ook een cup en handle noemen. En die zou de koers in ieder geval ook weer flink hoog kunnen krijgen richting die 0,014. Er zullen weerstanden onderweg worden
geraakt natuurlijk, hè, 0,08. En ook hier op de Golden Pocket zie je dus dat er een weerstandszone zit. Dus we zullen er niet in één keer door naar schieten. Het hoeft ook helemaal niet te gebeuren dat we zo hoog komen. Maar ik zie Ethereum nog hele mooie dingen doen wat dat betreft in de komende weken en maanden. Dan, in de Premium Discord groep deel ik dus meerdere trades. Dus ook genoeg trades die niet in de Discord komen. Net zoals FTT bijvoorbeeld, hè? FTX token, die werd gedeeld, heeft een hele mooie stijging gezien. Maar ook andere top traders uit de groep, zoals hier Lina bijvoorbeeld, hele mooie cup and handle aan het vormen, die een hele mooie stijging zou kunnen gaan zien. Dus ik had hem zelf niet gezien, dus dan is het mooi als ook andere ogen naar de grafieken kijken. 400 plus man zit in die groep, die allemaal op zoek zijn naar de volgende mooie trades. Dus hier op de dagelijkse, Lina USD zou een hele mooie uitbraak kunnen krijgen. Heeft nog even te gaan voordat het de cup and handle patroon gaat vormen. Heeft hierbij wel een zijwaartse of stijgende bitcoin nodig. Maar als die eenmaal uitbreekt, dan kan het wat dat betreft vrij snel gaan. Technische target 0,12 ongeveer. En dus die kan uitbreken voor een hele mooie stijging. Dan Cardano op de lagere timeframes. Dus er was een grotere opwaartse driehoek hier te zien voor Cardano in het groen. Die brak naar boven uit, maar heeft daarna zwakte laten zien. En sindsdien hebben we eigenlijk ook consolidatie gezien. Dus er worden low highs gemaakt. De bodem die blijft hier eigenlijk ongeveer hetzelfde op de $2,90. Is een neerwaartse driehoek, maar die hoeft niet naar beneden uit te breken. Hè? En ik geloof in 56% van de gevallen breekt zo'n patroon naar beneden uit. Hè? Dus dan kun je een mooie short gaan bij de uitbraak naar beneden. Maar bij een uitbraak naar boven is het juist ook sterk, want dan is het, hè, de bearish patroon is daar zijn van afgeweken. Hè? Dus bij een uitbraak en een hertest zou de koers wat dat betreft het grotere opwaartse driehoek patroon kunnen hervatten. Het technische target ligt hier op de $3,44. De eerstvolgende target zal de $3,39 zijn. En de volgende target zit rond de $4. Dus dat zou voor Cardano nog een hele mooie stijging kunnen zijn. En ook hier geldt, voor Bitcoin hebben we zijwaartse Bitcoin nodig of een stijgende Bitcoin. Dus dat voor Cardano. Dan gaan we nog kijken naar BAT. BAT USD token. Eigenlijk hetzelfde verhaal als bij Lina. Ook hier een grotere cup en handle die aan het vormen is. De koers lijkt hier boven de 200 daily moving average te willen komen. Dat is positief. Dit is overigens ook een van de coins die ik geloof Grayscale in zijn portfolio heeft voor de grotere jongens. Dus wat dat betreft daardoor alleen al een interessant project. Als deze cup en handle naar boven uitbreekt, zit er een technische target aan van de $1,33. Er zal nog wel wat weerstand te ondervinden zijn hier op de Golden Pocket regio. 1,18 tot 1,22. En je ziet ook dat hier weerstand zit. Weerstand en ook support. Dus dat zal een eerstvolgende grotere. Dat is eigenlijk target 1. Target 2 op de $1,34. Dus uiteindelijk zou dat ook een mooie 50% trade kunnen opleveren. En als laatste gaan we kijken naar Solana. Die lijkt gewoon weer door te... Die is gewoon aan het doorgaan. Heeft wat dat betreft op de lage timeframes ook geen mooi instapmoment meer gegeven. Is eigenlijk gewoon aan het doorgaan richting de target $1,47. Dus dit zou wellicht nog interessant kunnen zijn als we hier een mooie pullback krijgen. Iets van consolidatie, een symmetrische driehoek, een bull flag, wat dan ook. Dan zouden we nog door kunnen gaan richting de volgende target. En die ligt op de $170. Dus Solana, wat een beest is het. Dus we zijn wat dat betreft ook in de Premium Discord groep al eerder ingestapt. Die op de 67 targets waren al gesloten. Helaas niet meer hier gebruik van kunnen maken. Maar goed, in de spot positie ben ik nog steeds long. Dus dat voor deze video in ieder geval. Alle informatie over de cursussen, de Premium Discord groep, vind je allemaal onder in de video links. Onder de video in de links. En als er vragen zijn, laat het zeker weten. En ik zou zeggen, happy trading en een hele fijne dag en weekend natuurlijk.